De knal? Wat was dat? Het kan toch niet al het vuurwerk zijn? Dat is toch pas morgen? Als ze nou maar niet gaan overdrijven. Die harde knallen, dat is niets voor Pepita. In het geniep zitten roken, hè? Roken? Hoe kom je daarbij? Mij hou je niet voor de gek. Ik ruik iets branderigs. Wat een rare hond was dat. Heel typisch, ja. Zou je nou niks in de gaten hebben? Hallo 602, komt u uit voor Hogerlo? Hier de 602, zegt u het maar. We kregen een aantal meldingen over een auto die dwars door een tuin aan de Zonnebloemlaan is gereden. Misschien kunt u even gaan kijken wat er precies aan de hand is. Begreep HB, we gaan even een kijkje nemen. Dan zullen die flodders wel erachter zitten. Oh. Maar dit is toch vreselijk, Johnny? Ach, Sjaki, ik was zo langzaam van weer eens toe aan een nieuwe wagen. Die brand! Zijn de buren veilig? Is de brandweer al gewaarschuwd? Waar blijft de politie? Die is wel vragen tegelijk, Sjaki. En daar aan de overkant, begint het ook. Volgens mij is daar niemand thuis. Oh. Even goed niet al over hoe dat spul in brand is. Ja, dat krijg je met die goedkope baanmaterialen. Zelf nou een leuke grap, 602. Het is geen grap. Je hele wijk staat in brand. Overal vuur en... Van die pepertjes moest nemen, Hendrik.
is, Johnny? Wat zijn dat toch steeds voor knallen? Geen idee. Misschien heeft het iets met het 25-jarig bestaan te maken. Johnny, ik kan de brandweer maar niet te pakken krijgen. Ze zijn steeds in gesprek. Ja, misschien hebben die ook eens een vrije avond. Dan halen ze 26 jaar voor geen meter. Oh. Dus inderdaad, dat ze wel een beetje mogen oppassen. Voor je het weet loopt zo'n partijtje uit de hand. Nou, ik hoop maar dat ze het niet te laat maken vannacht, want ik wil wel rustig pitten. Blijven toch je buren, hè?